Tijd om te verbinden, tijd om te begeesteren. Het Pinksterverhaal verteld voor kinderen door Karel Eijkman. Jezus' vrienden zaten met elkaar aan tafel. Ze woonden nu met z'n allen in een groot huis in Jeruzalem. Ze wilden bij elkaar blijven. Ook de moeder van Jezus, Maria, was erbij. Ze kwam binnen en zette brood op tafel. Filippus zei: "We moeten wachten tot Jezus terugkomt." "Ja," zei Maria, "we moeten wachten en onthouden wat hij gezegd heeft." Filippus knikte en zei: "We moeten bij elkaar blijven. We moeten onze herinneringen goed bewaren en wachten tot Jezus terug zal komen." Simon Petrus zei niets. Hij wou ook niet eten. Hij zat op de hoek van de bank en voelde zich onrustig. "Wachten," zei hij. "Alleen maar wachten. We moeten verder vertellen wat we nu weten. Dat moeten we doen." Ze keken allemaal naar Simon Petrus. "We moeten hier niet blijven," zei er één. "We moeten naar buiten om het te vertellen." Ze gingen naar buiten. In Jeruzalem was het feest, want de Joden vierden zoals elk jaar de dag waarop Mozes lang geleden de wet van God aan het volk had gegeven. Overal uit de wereld, uit verre landen, waren mensen naar Jeruzalem gekomen. Het groepje drukpratende mannen liep door de straten. Ze klampten iedereen aan die ze tegenkwamen. Twee mannen stonden toe te kijken. "Wat zijn dat voor mensen?" vroeg de een. Simon Petrus en de anderen waren dichterbij gekomen. Ze stonden midden in een groepje mensen en vertelden opgewonden hun verhalen. De andere man zei: "Aan hun uitspraak kun je wel horen dat het Galileërs zijn uit het noorden. Je kunt ze bijna niet verstaan." Maar de ene zei: "Stil, die man heeft iets te vertellen." De ander haalde zijn schouders op en keek eens om zich heen. Het interesseerde hem niet. Maar even verderop zag hij een Romeinse soldaat die met open mond naar die mensen stond te kijken en te luisteren. Hij begreep er niets van. Hij stootte zijn vriend naast hem aan die zei: "Ik weet ook niet wat het betekent. Stil nu." De ander zei: "Ach, ze praten maar wat. Ze weten zelf niet wat ze zeggen. Ze zijn gewoon dronken." Dat hoorde Simon Petrus. Hij sprong op een muurtje en riep: "Man, het is nog vroeg in de morgen. Kun jij zo vroeg al zoveel gedronken hebben dat je dronken bent?" De anderen lachten. Toen zei Simon Petrus: "Mensen van Jeruzalem, luister naar mijn woorden. Wat er nu gebeurt en wat je nu ziet, is wat de profeten al vertelden. Jezus, de man uit Nazareth, die in deze stad met jullie gesproken heeft, was door God gezonden. En hier, in jullie stad, is hij gedood. Maar Jezus is sterker dan de dood. Hij heeft het leven anders gemaakt. Dat willen we iedereen vertellen." Iedereen stond ademloos te luisteren. Een man vroeg: "Wat wil je dan dat we doen?" Simon Petrus zei: "Doe mee. Begin een nieuw leven. Ik zal het laten zien.
Ik zal je namens Jezus met water dopen. Net zoals Johannes de Doper de profeet Jezus gedoopt heeft. En de man liet zich bij de pomp dopen. En veel anderen ook. Ze waren allemaal mensen van Jezus geworden. Zij waren het begin van de kerk.